Dag Gert. Dag Guillaume. We zijn eindelijk compleet. Eindelijk, ja. Ja, veel mensen weten dat niet, maar eigenlijk heeft de Shotcast in plaats van 3, 4 Founding Fathers. Dat klopt. Ja, en de vierde zit vandaag, na 15 afleveringen, eindelijk bij ons. Dus welkom bij deze aflevering van de Shotcast. Shotcast. Dag Niel Petersen. Goedemiddag. Niel Petersen, als ik dat nu zeg in de podcast, dan denk ik dat heel veel mensen het in Keulen horen donderen. Misschien moet je eerst en vooral, vooraleer we het Founding Fathers verhaal uitleggen, zeggen wie jij bent, wat je doet en waarom je hier zit. Ik ben Niel Petersen. Ik ben een van de oprichters van FC Afkikken, een online voetbalkanaal in Nederland. Ooit als een eenwekelijks voetbalprogramma begonnen in 2015. En nu maken we meerdere live programma's per week en doen we ook diverse podcasts in Nederland. Super, dus eigenlijk iemand die ons hier makkelijk de les zou kunnen spellen. Nou, dat zou ik heb jullie een paar keer gehoord, dat zou ik absoluut niet willen zeggen. Grote fan van ons? Nou, zeker. Maar wat ik net voor de uitzending al zei, jullie doen het anders dan in Nederland. En ja, dat vind ik wel fijn. Er zit heel veel tempo in, er zitten heel veel pesten onderling in. Gewoon echt mannen onderling. En jullie weten ook pesten heel veel. Pesten is leuk. Maar je weet ook heel veel en dat is ook gewoon fijn om te luisteren. Cool. En dat, super. Ja. Cool. Okay. Ik zal een bloemetje terugwerpen, Niel. Want voor mij ben je eigenlijk een beetje de eerste voetbalpodcaster in mijn beleving. Podcast met Petersen is voor mij het startpunt van de voetbalpodcast. Ja. Dat is de eerste keer dat ik een baas zo nederig hoor spreken. Nee, ja, er waren wel wat eerdere podcasten, denk ik. Je hebt sowieso een podcast over Feyenoord die heel goed is. Kein Gelul, die heeft al meer dan 100 afleveringen. Ja. En een quote van Ernst. Ernst Happel, oud trainer van Feyenoord. Kein Gelul. Heel, van Club Brugge natuurlijk. Ja. Vier Feyenoord-fans, echt. Dat is echt heel leuk om te luisteren. En ik ben ooit begonnen met Mark Verijswijk, Fox Sports commentator. Markie Mark. Kijk, je bent echt, ja. Dan ben je een echte luisteraar. Een prachtige verwijzing voor 3 van ons luisteraars. Ja, dat denk ik ook. Maar het mooie was, wat wij heel goed en heel slecht deden, is dat we het heel leuk vonden om over voetbal te praten. Maar de verbinding was heel slecht. Ik zat in Amsterdam en hij in Oldenmarkt. Ja. Een klein dorpje in Nederland. En dat was heel slecht qua geluid en zo. Ja. En op een gegeven moment hebben we gezegd, nou, dat gaan we niet meer op die manier doen. Dus hebben we een set aangeschaft in de studio. En zijn we het even iets serieus gaan doen. Dus we hebben nu 2 mooie sets in de studio. En eentje waarmee we op locatie kunnen gaan. En Markie Mark doet nu met Fox ook een podcast/show. Maar ik hoop in de toekomst, en dat is misschien al een kleine primeur, dat Mark en ik in de toekomst weer samen een podcast gaan maken. Cool. Dat is leuk voor ons. Hè? Ja. Nu, Founding Fathers verhaal. Je zegt net zelf, professioneel materiaal aangehaald. En ja, wij hebben daar eigenlijk schaamteloos gebruik van gemaakt. Toen wij eigenlijk bezig waren met onze proefafleveringen te maken. Toen zijn wij eerst naar Amsterdam gekomen om dat uit te testen. En jij bent eigenlijk een beetje mee van de reden dat we de Shotcast hebben kunnen pitchen naar onze hoofdredactie. Dus dank daarvoor. Ja, nou, graag gedaan. Ik ben heel blij wat het uiteindelijk heeft opgeleverd. Ja? Eigenlijk ook, Niel. We zijn het volledig akkoord. Nee, maar als je ziet nu ook wat het wekelijks doet, zeg maar, Shotcast. En wat ik heel mooi vind, het is niet een podcast alleen. Het is ook veel meer wat er omheen gebeurt op sociale media. En dat vind ik heel mooi. Het is meer dan een uurtje of anderhalf uur 1 keer per week luisteren. En dat is de eerste keer dat ik een Nederlander zo nederig heb. Dus dit is helemaal goed. Dit is Lars, hallo. Jij bent Lars. Nee, de reden dat je hier ook bent is natuurlijk enerzijds, in Nederlands voetbal gaat het heel goed. Ajax speelt komende week. En anderzijds, hopen we dat je een beetje meedoet met ons om het Belgische voetbal te analyseren. Ja. Heb je je wat kunnen voorbereiden? Ik heb Club Anderlecht gekeken. Ah, nou, super. Ja, dan weet ik ook leuk dat hier ook altijd discussie is over de VAR als je dan op Twitter kijkt. bij ons is hij al een jaar langer in werking. Ja, maar ik heb vanochtend ook bij ons in de redactiepodcast gezeten. Gezegd dat ik vind het mooi als je naar Italië en Duitsland kijkt. Dan mogen wij echt achterover leunen in Nederland hoe de VAR gaat. Ja. Want als je ziet hoe het in Duitsland en vooral in Italië, hoe slecht het daar is, dan mogen we in Nederland. Ik denk dat we daar zo meteen wel uitgebreid op terug gaan komen. Ja. Maar ik denk dat we ons vast beginrubriekje terug hebben moeten invoeren of terug gaan moeten invoeren. Namelijk hoe mooi ze nog afwezig waren vorige week. Deze week zijn er wel correcties. Ja. Redelijk veel eigenlijk ook. Zullen we met u beginnen, Guillaume? Ja, want ik denk dat het bijna alleen maar mij is. Ja, dat kan wel. Ja. Eerst en vooral, Sergio Brio, sorry, je bent geen kleine dikke Italiaan. Ik was hem aan het verwarren met Capuazzo van Eupen. Capuano, kijk, ik ben helemaal van mijn melk door Sergio Brio. Ja, het was gewoon fout. Ja, misschien een andere fout overnemen. Nee, het gaat niet meer. Nee. Ik ben er zo het hart van in.
Ja, je had nog een tweede, hè? Want ja, vorige week dat was niet echt het, een fout eigenlijk. Nee, dat was eigenlijk een goede schatting, want Genk-Gent... Ja, kilometers afstand, altijd risky. ...is geen, wat had jij gezegd? Geen 180, maar 160. Ja, dat valt dat is ook mee. Van de baan. Ja, nee, dat goed. Is goed. Ja. Nu, ik ben blij dat ik niet de enige ben die effectief eraan hing. Want ja. Lars, last minute, gisteravond, is er ook nog een correctie binnengekomen van, voor jou. Van Tim Matheusen? Matheusen, Matheusen. Van Tim, ja. En die liet mij weten dat de ballenjongens vorige week op Antwerp die high-fives uitdeelden met de Club Brugge-spelers. Ja. Dat dat geen jeugdspelers van Antwerpen waren, maar wel ballenjongens van uit Hoogstraten. Dus iedereen die eens ballen wil rapen, mag dat daar gaan doen. Ik moet u hier al live corrigeren. Nee, het waren de jongens die opliepen met de spelers, waren van Hoogstraten. Want dat heb ik op tv inderdaad gezien. Wow. Ik herken het logo van Hoogstraten bij mij in de buurt. Dus ik zag tja. En dat konden we vorige week niet zeggen. Ja, jij spreekt over ballenjongens. Dus, oké, dus de kindjes echt, aan de hand. We zijn echt niet goed bezig. Hè? Heeft Gert geen correctie? Nee, denk het niet. Nee? Nee. Niel, kom jij eigenlijk? Ja, met de show krijgen jullie vaak correcties binnen? Want, zeker. Zeker. Ik maakte vorige week de fout bij de kampioenswedstrijd van FC Twente. Ja? In de keukenkampioendivisie. Leuk, hè? Nog belachelijker dan de Crocky Cup. Ja, absoluut. Dat ik zei dat het niet uitverkocht was. En er was een Twente fan heel boos over. Live in uitzending. Dus toen heb ik Nico Kroosoff direct... Nee, heb ik mijn excuses voor aangeboden. En dat doen we, gebeurt heel vaak. Mensen vinden me heel zuur over heel veel clubs. Ja. Soms hebben ze gelijk, soms niet. En dan doe ik dat live in de show. Oké, goed. Ik kijk echt waanzinnig uit naar het komende half uurtje. Dus, we gaan eraan beginnen. Shotcast. Wat hebben jullie deze week of afgelopen weekend gedaan? En normaal geef ik altijd met veel plezier het woord aan onze chef. Maar ik zou zelf ook eigenlijk liever beginnen deze keer. Mag ik? Ja, doe maar. Nee, dus ik wou eigenlijk heel veel praten over de tweede symfonie van Wagner. De man die afgelopen week... De bondsprocureur. Ja. Die afgelopen week zijn tweede moment de gloire had. Omdat hij mocht pleiten tegen de vuurpijlwerpers van Anderlecht. Niel, ben jij volledig mee met het verhaal? Ik vermoed van wel. Ja, zeker. Ja, oké, perfect. Goed. Nu... ik had al een heel exposé voorbereid. Dat ging heel leuk worden. We gingen daar leuk wat kunnen over pingpongen. Zolang als dat van Wagner? Zolang als dat van Wagner. Het was wel geteld 19 minuten. Dus dat kon ik wel voldullen eigenlijk. Maar toen kwam er natuurlijk iets anders tussen. Hè. Iets wat gisterenavond toch. Niet ontkennen viel of niet te negeren viel. Namelijk alle gebeurtenissen weer in Club Brugge-Anderlecht. We hebben een hele week eigenlijk... zitten hopen op een reactie van referee office op een weekend zonder VAR-beslissingen of foute VAR-beslissingen. Yep. En dan plotseling kreeg ik van een ref vanmorgen een berichtje doorgestuurd dat er denk ik nog nooit zoveel VAR-ingrijpen of VAR-interventies geweest zijn, namelijk 9 in alle playoff-matchen. Mm-hmm. En de bekendste was misschien afgelopen zondag, gisteren dus, bij Club Brugge-Anderlecht. Ik heb er twee eigenlijk. Ja, je bedoelt er eigenlijk twee. Ja, één effectief het buitenspelgeval. Okay. Waarbij je denkt van... al die twijfels, al die onkunde, waarom gebeurt het weer? Ik werd er eigenlijk een klein beetje boos van. Maar ik heb weer een paar weken geleden gezegd van, ik ben voor de VAR, ik ben absoluut voor dat systeem, op voorwaarde dat we niet Stevie Wonder in het busje zetten. Ja. Nu, gisteren moet ik zeggen, de man in het busje die zat met een paar bionische ogen, want om dat te kunnen zien, dat vond ik wel heel straf. Hè? Ja. Het punt is denk ik vooral van... Zo duidelijk was het niet. Ik vraag me gewoon af, krijgen wij hetzelfde beeld? Krijgen wij dezelfde setting? Dus we krijgen een beeld met die dus gecalibreerde lijn, die wat hellend, wat scheef oogt, maar die wel correct getrokken wordt. Maar dan krijg je plotseling de discussie dat die lijn ten opzichte van de voet wordt getrokken en niet ten opzichte van elk speelbaar gedeelte, zoals een schouder of een knie in dit geval, van Karen. Wat verkeerd is toch? Wat verkeerd is. Ja. En dan stel ik mij de vraag van, is dat niet voorhanden, zo'n 3D-systeem? Is dat wel voorhanden en zien we dat gewoon niet? Is dat gebruikt, maar kregen wij gewoon het verkeerde beeld doorgestuurd? Referee office, communiceer daar eens alsjeblieft over. We zouden het kunnen vragen aan Johan Verbist, maar Guillaume, heeft hij al teruggebeld? Nee, hij heeft nog steeds niet teruggebeld. Nog altijd niet. Nee, nog altijd. Maar zo'n 3D-systeem, dat bestaat toch, of niet? Zo'n 3D-systeem bestaat in Spanje. Gebruiken ze soms eens een muur. Ja. Heb ik al gezien tijdens Real Madrid-Barcelona. Ja. In Italië gebruiken ze een loodrechte lijn. Die vertrekt van op de grond en dan gaat naar, naar de knie. Dit vind ik dan interessant, want dat systeem, dat 3D-systeem, is dan beter. Of... Dat is op zich, op zijn minst, duidelijk. Oké, want jij zei er net dat in Italië de VAR niet zo bijster goed loopt. Gaat dat dan over de buitenspel? Nou, we gaan meer beslissen. Uiteindelijk, hoe lang het duurt om een beslissing te nemen. Ah, okay, ik heb dit jaar gewoon soms 8-9 minuten
zitten wachten. 8 minuten? Ja. 8 minuten? Ja, dan zit je gewoon te wachten. Dat was de laatste minuut. Dat kan toch niet? Moet ik even kijken. Genoa, Bologna, ik noem maar iets. En toen zat ik te kijken, de laatste minuten. En dacht 1-1 was gevallen. En dan stonden ze te wachten. De Nederlandse kijker van Genoa, Bologna ook te gevonden. Nee, maar ja, het is wel vaker gebeurd in Italië. En ook discutabele momenten eerder dit seizoen. Met penalties, met Fiorentina Inter, herinner ik me, een 3-3. Dat een penalty wordt gegeven wat nooit een penalty was. En dan Juve Milan, 2 weken geleden, dat er wel een penalty wordt gegeven. Ja, het is... Maar 8 minuten. Ja. Er ze nog eens even op. Dat kan toch helemaal. Nee, maar het is gewoon heel raar in Italië. En dan, dan is er of geen communicatie, of ze moeten nog langer kijken. Ja. Maar waar ik me over verbaasd ook. Wat is nou in België de regel als we kijken naar het buitenspelmoment gisteren? Moet jij snel thuis staan of niet? Nee, het is wat is de regel van gisteren? Wat is de regel van buitenspel? Maar ik denk vooral, was het gisteren een befaamde clear error of niet? Nee, maar het begrip clear error moet je gewoon niet associëren met buitenspel. Wat? Omdat een buitenspelsituatie... Een fase is altijd een buitenspel of geen buitenspel. Ja. Ja. Dat is zwart-wit eigenlijk. Het is niet omdat je het niet goed kunt zien dat het een clear error is. De clear error draait over de fout zelf en niet over hoe je de fout ziet. Oké, maar ik ben akkoord. Het is buitenspel of het is geen buitenspel. Maar gisteren viel dat nu toch niet echt te zien. Dus ik pak even het woord clear error terug. Maar gisteren was dat nu toch... En dat maakt het zo schrijnend. Ja. Namelijk, er is met veel bombarie een nieuw systeem aangekondigd, een buitenspellijn, juist voor de start van de play-offs. Mm-hmm. En dan krijg je een eerste... prangende fase, en dan... Dan loopt er weer mis, Dan is er twijfel allerhande, dan weet niemand meer wat er gebeurt. Weet maar zijn meer dat scheidsrechters eigenlijk die... Jullie hebben busjes, hè, bij het stadion, toch? Wij hebben dat in het verleden ook gehad, in Nederland. We hebben nu 1 centrum, waar alles, al die lijnen... Daar willen wij in 2020 ook naartoe. Ja, dat komt eraan, hè. Ja. Maar er zitten wel scheidsrechters daar. Dat hebben ze ons toch gewijs gemaakt. Er zijn... gewoon duidelijk, man. Ongeveer de helft zijn scheidsrechters die zo opgeleid zijn, en anderen, dat waren vars van bij de start, die dus bij de start van het proefproject gewezen scheidsrechters waren, of net niet goed genoeg als topscheidsrechter, die zich volledig hebben omgeschoold tot dat is het grote probleem in Nederland. In Nederland heb je een paar hele goede VAR's die het goed snappen. En het niveau is gewoon verschrikkelijk. Er zit een groot niveauverschil in. Kunnen in Nederland soms dat overleg wordt toch vaak uitgezonden? Kijk, mijn probleem is, ik moet zeggen, de KNVB wordt steeds transparanter. Je hebt het aardig VAR-moment van de week. Ja. En dan pak ze 1 moment. Ik vind... Maak alles openbaar. Ja, want nu kunnen ze selecteren op... En soms doen ze goede, soms doen ze slechte. En ik vind, gooi alles openbaar. Het is wel al een luxe dat je überhaupt een VAR moment van de week hebt. Ja. Ja, dat is misschien wel nog een goed idee voor een rubriek voor de laatste aflevering. Eigenlijk moeten we dat inderdaad in een rubriek gaan steken, want ik moet echt toegeven... Allez, heel knap, Guillaume, dat jij je zo vastbijt in alle scheidsrechtelijke beslissingen tijdens deze play-off 1. Maar ik ben het zo beu dat hier alleen maar... Niet alleen hier, ik bedoel in het Belgisch voetbal in het algemeen, op tv en zo. Het gaat hier precies niet meer over voetbal bij ons in de Jupiler Pro League. Een mooi brugje. Want? Want? Nee, ik ben niet mee. Was jij gisteren niet op Club Brugge Anderlecht? Misschien kunnen we het gewoon over de wedstrijd hebben. Voetbal, ja. Ja, toch? De baas heeft gesproken. Maar inderdaad. Lars is bij de pink. Ja. Tik-tak, hè. 1-2. Maar ja, voetbal... gigantisch veel voetbal hebben we nu ook weer niet gezien. Hè? Maar misschien een algemene indruk van Neil, die de match niet elke week bekijkt. Een buitenstander. Ik vraag me gewoon af, want voor mij hebben we hier ook een discussie over gehad op Twitter. Of ik zag hem voorbij komen tussen Guillaume en wat Nederlandse twitteraars over Fred Rutte. Wat hij neer heeft gezet bij Anderlecht. Een paar weken geleden. Ja, inderdaad. En Fred Rutte staat er in Nederland heel goed op als ontwikkelingscoach. Hij heeft niks ontwikkeld hier in Brussel. Dat is een feit. Ja, en, dat verbaast mij wel echt. Oprecht. Ook kijk, als ik naar Anderlecht kijk, dan zie ik daar niet echt een ploeg in die nu mee kan doen om de titel. Absoluut niet. Maar het verbaast mij wel dat hij zo weinig de tijd heeft gehad. Want voor mij is het altijd vanaf het begin het idee geweest dat hij ging overbruggen tot aan de zomer. Ja. Maar dat hij dan vroegtijdig eruit is gegooid en... In onderling overleg. Ja, heette dat zo mooi. Het was geen ontslag, hoor. Nee. Voor ons was het al heel raar toen hij kwam en er werd gezegd dat het een contract voor onbepaalde duur was. Dat vond iedereen al... Wat zijn jullie nu eigenlijk echt van plan? Een tussenpaus. Ja, inderdaad. Nu, zo'n Club Brugge Anderlecht, als jij dan kijkt... Leeft dat dan nog een beetje in Nederland? Ja, het is een klassieker voor mij hier bij jullie. En we hadden natuurlijk geen voetbal voor de Belgische luisteraars. Ja, want ik ging vragen naar jou, wat heb jij dit weekend gedaan? Want er was... We hadden geen voetbal. En wij hebben ons ook afgevraagd, dat is echt lang geleden, dat gewoon speelronde 33 is verschoven in Nederland. Ja.
naar 15 mei, een midweeks. Omdat Ajax zo ver is gekomen in de Champions League. En daar is een volksopstand geweest in Nederland. Mensen boos. En in plaats van dat... Ik snap dat wel, als kleine competitie dat je dat doet. Ja. Nee, maar je kijkt... Nee, maar echt waar. Ik snap dan nu. Ik ook. Nee, dat is waar, ja. Ik ben helemaal... Alleen, er is heel slecht gecommuniceerd. Want ze hebben dit aan het begin van het seizoen afgesproken dat ze het volgend jaar gingen invoeren. Mm-hmm. Dan hebben ze... gedurende de helft van het seizoen zijn ze weer bij elkaar gekomen. Niks. En toen opeens, boem, de eerste wijziging en nu de tweede wijziging. Ze hadden het niet echt verwacht. Dan, nee, dat het maar dit jaar al... dat is vooruitzien. Ja, ja. Ja, daarvoor word je wel betaald, denk ik, bij een voetbalbond. Om een beetje mensen willen België en Nederland altijd zo verschillend maken. Maar eigenlijk hebben wij toch dezelfde problemen en dezelfde oplossingen. Maar het was wel raar, want wij vierden de verjaardag van onze koning. Dat was zaterdag, Koningsdag. Ja. En dan... zie je opeens voetballers rondlopen in Amsterdam. En niemand heeft wat te doen. Ze hadden niks te doen. Nee, dat is waar. Hè? Welke voetballers had zijn vlagje bij de hand? Nee, je moet even kijken. We hebben die foto ook op onze Instagram gegooid en ook op Twitter. David Neres. Ja. Met de meest sublieme bril, die undercover bril. Nou, als je die foto ziet. En David Neres heeft natuurlijk al een redelijk aparte gezichtsuitdrukking. Ja. Hij wordt vaak gezegd dat hij stoned is. Of bijna. Effectief, ja. Ja, nee, dat wordt heel vaak gezegd. En nu stond hij met een fantastische bril. Met gewoon drie random jongens. En die liepen gewoon rond door Amsterdam. Dus, maar zijn liefde voor het Koningshuis is zo groot? Of? Nee, maar ik moet wel zeggen. Braziliaan. Ja. Nee, maar ik moet wel zeggen... Dat was de mop, Gert. Bedankt om hem te verduidelijken. Nee, maar ik moet wel zeggen dat voetballers dat wel ook leuk vinden. Buitenlandse voetballers. Ja. Vinden Amsterdam sowieso wel leuk. Ook als ze niet bij Ajax voetballen, komen graag naar Amsterdam. En dan zijn er 1,5 miljoen mensen in Amsterdam. Ja. En het is een leuk feest. En nu kunnen ze ook gewoon rondlopen. Want normaal moeten ze dan heel erg undercover. Want ze moeten eigenlijk voetballen een dag daarna of de dag ervoor. En nu konden ze gewoon rondlopen. Top, oké. Okay, ja. Dus geen voetbal in Nederland. Een beetje hetzelfde lijkt bij Anderlecht. Die hebben ook geen voetbal gebracht afgelopen weekend. Nee, ik was echt... Ik was opnieuw boos. Ik ben eigenlijk een heel weekend boos. Je bent wel vaak boos. Ja, ik was gewoon boos over de manier van aanpakken. En natuurlijk mag je verdedigend ingesteld zijn. Mm-hmm. Je mag zelfs een muur neerzetten. Geen problemen mee. Maar zorg dan ook dat je op een gegeven moment, in die momenten dat je balbezit hebt, een plan hebt. Ja. Als je de bal bij Didi Jong hebt, die verplicht wordt om Kara aan te spelen, die op zijn beurt aan de middenvelder moet aanspelen, die perfect werd afgedekt door Club Brugge, de bal teruggespeeld krijgt en dan een slechte pas naar een andere centrale verdediger geeft, waarna die bal lang gaat, sorry, dan ben je tweede amateur niet waard. Hotse knotse voetbal. Jij werd kwaad, ik vond het een beetje... triest, ja, eigenlijk maar... bijna. Allee, wat is er ooit gebeurd met... Het is de eerste Club Brugge Anderlecht zonder echte Club Brugge Anderlecht gevoel. Ja, inderdaad. Ja, er zat zo niks spanning of elektriciteit in de lucht. Nee. Het was Club Brugge Anderlecht. Ja. Club Brugge zal wel winnen. En, dat is goed. Einde. Club Brugge tegen de vijfde van de competitie. Ja, daar komt het op neer. Gert, heb jij nog iets... extra buiten dat allemaal gedaan dit weekend? Behalve de play-off 1 en zo. Ik ben eens naar jeugdvoetbal gaan kijken. Altijd leuk. Ja, ik ben thuis gevlucht, want er was een garageverkoop bij ons in Torp en mijn vrouw deed mee. Dus ben ik gevlucht naar de kampioenswedstrijd van mijn neefje. En ik moet zeggen, eindelijk voetbal zonder VAR. Zonder discussies over scheidsrechterlijke beslissing. Gewoon puur voetbalgeluk van die kinderen. Maar wel met tieren. Ik heb ervan genoten. Ja, ik ben er wel mee. Is dat in België ook gewoon zo, toch? Langs tieren de lijn, tierende ouders. Ja, tuurlijk. Ja, heel erg. Toch, gisteren niet, maar... Nee? Nee, dat is wel zo, inderdaad. Want ik zal een ander voorbeeld geven. Het gebeurt overal, behalve bij Gert zijn club. Nee, zeker niet. Ja, maar geef een ander voorbeeld. Of je ging ze nog iets zeggen? Nee. Ja, nee, dus toen ik zelf jeugdtrainer was, waren de ouders... was een wedstrijd en er kwam iemand kijken die mij kende en het voetbal niet goed kende. En na de wedstrijd zei hij tegen mij, oh, wat is dat allemaal, zeg, al die ouders die zo naar de scheidsrechter aan het roepen zijn. Ja. En ik dacht toen oprecht, wat viel toch mee vandaag? En volgens toen heb ik beseft van, oei. Dat is heel vaak. Ja. Ja. Nee, Lars, ik ga je niet vragen wat jij dit weekend gedaan hebt. Nee, dat is altijd een beetje hetzelfde. Maar jij had wel een idee om de clickbait quiz een beetje uit te breiden. Een beetje open te trekken. Speciaal voor onze gast. We hebben hier een sympathieke neurderbuur in ons midden. Dus ik dacht, misschien moeten we dan aan het einde van elk blokje eens een vraag stellen. Of een soort quizvraag aan onze neurderbuur. Om te kijken hoe zeer hij mee is in het Belgisch voetbal. Top. Ik weet niet of hij er zin in heeft. Niet echt, maar het zal toch moeten. Het moet, hè? Ja, het moet. Als een van de voorwaarden, zei Guillaume. Ik moet meespelen. Kijk, dan heb ik voor jou een eerste vraag in petto. Jij krijgt 1 minuut om het Belgische play-off-systeem uit te leggen. Nee.
Nou ja, je begint de competitie met 12 ploegen. Dat is al fout. Ga maar door. Ja, oh, ja. Ik zal gewoon vingers opsteken. Uiteindelijk worden de punten gehalveerd. En dan spelen ze bovenin. Speelt iedereen tegen elkaar om kampioen te worden en voor plaatsing voor Europa. Met hoeveel ploegen? 6 ploegen. Daarom zei ik 12. Maar dat klopt natuurlijk niet, omdat het andere verdeling is met de tweede klasse. Want het zijn er? 10. 15, nee 16. Goed, uiteindelijk, dat is het bovenste gedeelte. Dat gaat nu tussen, denk ik, tussen Gent en Club. Genk en Club. Genk en Club, heel goed. Genk won bij Gent met 1-0. En ja, onderin kan je zelfs, als je, of zeg maar die andere groep. Wat is play-off 2? Ja, play-off 2 zijn, dus dat is niet de kampioen van de eerste klas. Dat was die beslissingswedstrijd. Niet de kampioen van de tweede klasse. Ja, ja, ja. Maar de rest, en dan dat wordt samengevoegd met de slechtere ploeg van de eerste klasse. Ja. En voor mij kan je daar zelfs nog je plaatsen voor Europees voetbal. Zeker wel. Ja. Wat ik dus al totaal helemaal niet begrijp. Maar goed, jij hebt dit een keer bij ons uitgelegd. Dus ik heb wel echt opgelet. Ja, dat is waar. In langer dan een minuut zelfs. Ja. Maar is het mijn minuut... Moet ik nog wat dingen beantwoorden? Meneer de tijdkeeper? De tijdkeeper? Nee, het was zelfs binnen de minuut. Het was hier en daar een beetje warrig, maar... Ik vond het verfrissend. Het was, volgens mij klonk de originele pitch in het bondsgebouw ook zo. Ja. Anders moeten we het zo doen. Oké, okay, goed, dan gaan we door. Idee, ja. Dan gaan we door naar het volgende. Shotcast. De MV van de week of van het weekend. De vaste rubriek waarin we wekelijks iemand in de bloemetjes willen zetten. Of een extra duwtje geven, zodat hij of zij helemaal van de trap valt. En ik denk dat ik gewoon het woord weer bij mij ga houden. Omdat ik die macht toch heb, ga ik dat lekker doen. Doet Guillaume dit altijd, of niet? Jij bent toch een vaste luisteraar, zou je toch moeten af en toe, hè? Nee, de ballenjongens. De ballenjongens van vorige week, bij jouw stukje, Ja, ik vroeg me af of er regels bestaan, of dat een club een vast aantal ballenjongens moet aanduiden, of wat de regels zijn in hoe die zich moeten gedragen, of wat er allemaal aan de hand is. Oké, het antwoord is ja. En een beetje navraag gedaan bij de Pro League, en die hebben effectief een reglement doorgestuurd, waarin eigenlijk heel veel regeltjes staan. Eigenlijk simpele regels, een beetje logische regels, namelijk minstens 9 ballenrapers, 2 achter het doel, achter elk doel, 2 langs de lengte van het veld aan de zijde van de vierde scheidsrechter en 3 langs de lengte van het veld aan de overzijde van de vierde scheidsrechter. Ah, dus eigenlijk die vierde scheidsrechter is eigenlijk de tiende ballen, dacht ik ook. Ja. Er zijn een paar kleine regeltjes, zoals de ballenrapers zijn gekleed in de jeugdoutfit van de club. Ze dragen ook de hesjes opgelegd door de matchdelegate. Die mag dus bepalen welke kleur dat is. En dan zijn er ook een hele reeks richtlijnen. En die gaan van stipt op tijd voor de briefing, wat logisch is, geen gsm gebruiken tijdens de wedstrijd. Lijkt me ook wel, ja. Ja, als een paar heel vreemde dingen, of zo raar om toch te stipuleren, zoals het zicht op de publiciteitsborden mag niet belemmerd worden. Ja, dat klinkt logisch. Ja. Niet leunen op de ledboarding, of niet gaan zitten liggen op de ledboarding. Liegen. Niet gaan liggen op de ledboarding. Ja, dat is waar. Fair play uitdraaien, dat is normaal. Neutraal zijn in de tussenkomsten. Maar dan ook, een overwinning wordt niet gevierd, tenzij de profspelers de ballenrapers expliciet in de viering betrekken. Hey. Dat vond ik wel de leukste van allemaal, eigenlijk. Dat is een beetje gek, ja. Waarom niet? Maar ik weet wel nu, als je een jeugdspeler bent van een club en de grote jongens maken een goal, en jij zet daar toevallig ballenjongen, waarom zou jij dan niet mogen jagen? Er is een verschil, denk ik, tussen de armen in de lucht steken en mee op veld lopen. En mee het veld oplopen. Ja. Dus okay. Ja, dat is misschien een vraag. Als een speler een ballenjongen op het veld draagt, gaat hij dan in de fout? Ja, jij bent chef schat. Allee, is chefreglement eigenlijk. Ja, misschien. Ja. Ik kan mijn titel een beetje veranderen. Ja, nu, de ballenrapers die tegen deze regels ingaan, die zullen het terrein moeten verlaten en worden geschorst voor de eerstkomende wedstrijd. Die ze zelf spelen of als ballenraper? Dat is een goede vraag, waarmee je chefreglement te kakken zet. Ja. Nee, dus dat was wel leuk. Dan moet de vrijdags nog een bond en dan leest Wagner daar zijn dingen voor. Dan is dat wel een pijnlijke bedoeling waarschijnlijk. Een Little Bird van de Pro League heeft mij ook verteld. Wat is een nietsnut? Of hoe vertelde Little Bird? Iemand heeft iets verspreid in de wandelgang. Iemand heeft iets verspreid in de wandelgang. Daar komt het op neer. Okay. Die heeft mij trouwens gezegd dat de play-offs beschrijving op de website, officiële website van de Pro League, dat die in de toekomst misschien wel van play-offs 1 naar play-off 1 zou kunnen gaan. Dus we zijn agenda setting. Agenda setting. Ja. Echt waar? Effectief, ja.
Oké, Gert, die houdt het niet meer. Neem maar over en vertel eens je MV van de week. Mijn MV van de week is Laszlo Belloni. Ik vind dat hij een heel straffe prestatie neerzet met Antwerp. Door die ploeg nu, iedereen dacht, zelfs ik een beetje, voor de play-offs, dat Antwerp, ja, dat die eigenlijk niet veel meer gingen betekenen in deze play-offs 1. Een beetje leeg gespeeld waren of zo. Het tegendeel is waar. Ze zijn niet zo heel slecht bezig eigenlijk. Ja, ze zijn, zijn de enige ploeg die Genk al hebben kunnen kloppen in de play-offs 1. Dus, al tweede keer er net niet opgemerkt. Nee, inderdaad. Nee, dit is al zo aan het normaliseren. Nee, maar ja, Belloni is wel... Ik vind hem een heel straffe trainer. Nu, iedereen klaagt wel over het voetbal dat Antwerpen brengt. Defensieve voetbal. Maar Belloni voetbalt naar de kwaliteiten die zijn groep heeft. Ik herinner mij, bij Standaard was hij een heel aanvallende trainer. Ja. Dat hij toen Dalma... De Camargo, Jovanovic en Bocani, de aanvallende Witzel, allemaal in één ploeg opstelden. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar dat stoort mij dan ook veel minder dan bijvoorbeeld de aanpak van Anderlecht gisteren. Namelijk, je kunt verdedigend spelen en focus leggen op je organisatie, zolang er ook maar een aanvallend plan is. En dat is er wel. Dat is er bij Antwerpen. Plus, ze hebben ook geprobeerd in matchen tegen kleinere tegenstanders, tijdens de reguliere competitie, om het spel te maken. Ja. En het is al helemaal niet meer het Antwerp van vorig jaar dat echt betonvoetbal speelt. Nu zit er wel zo van tijd zo met Refailov en zo. Refailov en Bocani. Govea nu ook. Govea had ook een goede. Maar hij zei het ook twee weken geleden, denk ik, van ik ga het ook niet meer op een andere manier proberen, want dit is de manier waarop de kwaliteiten van mijn kern het best tot uiting komen. Doen, hè. Niel, wat is jouw mening over biergooiers? Zonde van het bier. Nou, dat is een Nederlander, hè. Nee, terecht. Want dat is dan een smetje op de wedstrijd. Alleen dat effectief even stilgelegd geweest is omwille van een paar ja, hoe gaan we ze omschrijven? Een paar mensen die bier gooiden om beleefd te blijven. Voor Michel Preud'homme, maar de mensen op de tribune die steken het dan op het gedrag van Michel Preud'homme en Erik de Vlaanderen. Maar ik denk dat het ook in twee richtingen... Ik kan mij inbeelden dat het gedrag van Preud'homme, dat wel een beetje ergernis kan opwekken. Maar ik denk dat niet altijd bewust, denk ik, hoor. Nee, dat zeker niet. Ik denk niet dat hij dat doet om het thuispubliek te provoceren, maar dat het wel provocerend werkt. Ja, en het is niet aan het thuispubliek om in te grijpen als Preud'homme iets doet dat in hun ogen niet correct is. Dan moet de scheidsrechter doen. We gaan het ook wel zeggen, het is enkelingen dan maar, zeker? Ja, dat er genoeg mensen zijn die het ook veroordeeld hebben. Ja, we gaan voorzichtig blijven. Niel, dus biergooiers is aan bod gekomen. Zijn er stadions in Nederland waar er waterlopen omheen lopen? Riviertjes of heuse poelen? Om het stadion, hè? Of in de buurt, ja. Dichtbij. Of een vijver voor het stadion. Ja, vijver. Mensen zitten te kijken, de Kuip niet. De Kuip. Dat zou wel toepasselijk zijn. Eigenlijk, ik word nu vast en zeker verbeterd door mijn Nederlandse vrienden. Maar ik schiet er niet 1, 2, 3 in stadion. Maar in Antwerpen is dat dus wel. En daar wordt heel leuk gebruik van gemaakt. Hè? Ja, dat was Mats Verdi, als ik me niet vergis, die een filmpje op Twitter heeft geüpload met... het bovenschrift 3.4 doe je zo, waarop dat een van zijn vrienden, denk ik, of was dat Mat zelf, ik weet het eigenlijk niet, in de vijver aan dat stadion sprong. Ja, en het was een mooie sprong, hè? Ja, het was een salto. Een backflip en zo. En in tegenstelling, tot de vorige kerel die daar in dat water gesukkeld is, had hij zijn kleren nog aan. Ja. Was dat Duur Dirks de voor u? Nee. Dezelfde Mats heeft dit seizoen ons ook al een filmpje bezorgd toen die jongens naakt gingen zwemmen. Dat is wel sympathiek. Allee, ik bedoel, doe een keer zot, waarom niet? Het was echt wel heel zot, want ik zag hem nadien dan recht staan in dat water en dat water kwam maar tot zijn middel. Ja. Dus om dan met een omgekeerde salto in die beek te duiken, dat is heel risicovol. Ja. Zeker. En het werd blijkbaar door de supporters ook, het was iemand die reageerde, amai, plezant in zo'n pisvijver. Want blijkbaar wordt dat wel eens verward met een dictie. Vroeger wel. Maar nu met die nieuwe tribune sinds is het dat jij daar wel... Nee, maar nu met die nieuwe tribune is het er allemaal heel mooi en keurig aangelegd en zie ik daar eigenlijk geen mensen niet meer... Vroeger wel, maar... Ja, voor de nieuwe tribune. Oké, maar dat percentage urine en dat water gaat niet zomaar verdwijnen. Ja, maar ze hebben die opnieuw gevuld. Oké, goed. Lars, MV van de week. Ja, dan wil ik kiezen voor agentcoach Jes Terp. Om in de bloemetjes te zetten?
Ik ga nog even wachten tot woensdag, hè. Of ik hem in de bloemetjes zet of van een trap duw. Want het is al... Wat wil je dan over zeggen? Yes, wezen gewaarschuwd. Laat mij uitspreken, hè, baas. De Gentcoach, het is allemaal heel fijn, die bekerfinale. En ze leven er ook wel heel erg naartoe in een heel positieve sfeer. Maar wat ik wel heb, is dat ze die sfeer creëren van woensdag is het echt alles of niks. Als ze woensdag verliezen, ja, dan gaan we plots met z'n allen terug willen kijken naar die 1 op 18 in play-off 1. En dat is vrij dramatisch. En dat lijken we nu zo'n beetje te vergeten, omdat die finale nog in het verschiet ligt. Ja. En Gent heeft erin zeker gelijk dat ze daarnaar opbouwen. En dat dat het hoogtepunt van hun seizoen moet worden. Maar ze hebben nog niet gewonnen, hè. Ik ben het daar volmondig mee eens. En ik zou nog een extra MV van de week willen aanduiden, al mijn kunde een beetje ook te kakken aan het zetten is, namelijk Alexander Seurlot. Die letterlijk, sinds ik gezegd heb dat hij de man van play-off 1 gaat worden, elke week slechter en slechter gaat spelen. Werd jij niet uitgelachen in onze uitzending toen je dit zei? Ja, inderdaad. Ah. Maar leuk dat je dat nog eens benadrukt. Ja, zeker. Ja. Nee, het grappige is, voor mij, Hedwiges Maduro zat bij ons toen. En toen hadden we Guillaume... Dus ex-Nederlands international. Ja, Nederlands elftal. Bij Ajax gespeeld. Maar hij sloot zijn carrière af bij FC Groningen. En daar kwam hij Seurlot tegen. Maar hij heeft wel over Seurlot gezegd waarom wij in Nederland waarom wij niet de echte Seurlot hebben gezien. Hè, die ze niet bijvoorbeeld hier in het... in het begin wel hebben gezien, is omdat wij hem op Nederlandse manier wilden gebruiken. Dat hij mee moest voetballen. En, een speler die mee moet voetballen? Nee, maar ja... Alsof we dat hier in België niet kennen. Nee, maar ik bedoel meer om te zeggen daar gaat nu de discussie bijvoorbeeld ook bij Ajax over Dolberg. Dat hij het helemaal kwijt is, de Ajax-spits. Ja, dat hij zich bezighouden met wat wij van een spits verwachten. Terwijl in het buitenland word je gewoon op doelpunten afgerekend als spits. Mm-hmm. En in Nederland ligt hij... Lat vrij hoog voor spitsen, zeker die uit het buitenland komen. En dan denk ik bij FC Groningen, ja. Mm-hmm. Maar ik wil nog eventjes naar het eerste wat je zegt. Je hebt Guillaume daarmee uitgelachen dat hij... hij werd in de studio uitgelachen dat hij zei... Alexander Seurlot is echt een hele goede spits. En toen zaten mensen bij ons. Okay. Is dat de broer van de Seurlot bij Groningen? Nee. Het is dezelfde Seurlot. Maar Seurlot heeft nogthans alles om het in Nederland te maken. Hè? Want de man heeft ooit op T11 gestaan als jonge gast op een EK schaatsen. Wat? Ja, echt waar. Ja. Vorige week te lezen geweest in het nieuwsblad. Oh, ja. Als ik ook nog het nieuwsblad moet gaan lezen. Ja. Opmerkelijk toch? Ja, nee, absoluut, zeker. Nee, normaal stuurde Guillaume nog dat soort artikelen door. Ja, ik zal het uitgelachen geweest. Steek het maar weer op iemand anders. Ja, nee, zeker. Ik moet mezelf hier redden. Dat is waar, ja. Er is iets gebroken, merk ik. Redjes hieruit, namelijk. Hoe kan het dat in Nederland een competitie de naam krijgt die nog slechter is dan de Crocky Cup? Is daar al over gestemd? Wij hebben ooit samen een poll gedaan daarover. Ja, hier. Ja. Ja, de keukenkampioen-divisie. Ja, jongens. Het moet geld naar die competitie. En ik denk dat heel veel mensen niet wilden. En dat ze blij waren dat er ergens geld vandaan kwam. Maar de keukenkampioen-divisie. Ja, ik ben het met je eens. Zeker. Ja. En voor mij had het nog 100 jaar de Jupiler League mogen heten. Dat paste er prima bij. Maar, Hebben die eigenlijk ook een gekke mascotte? Ze hebben geen mascotte. Oei. Het geld was op of zo. Sterker nog, maar voordat we hier helemaal te lang over praten. Het was allemaal gedoe over het Twitter-account. Dat was ook niet vastgelegd. Dus daar had iemand heel grappig daar een Twitter-account over gemaakt. En die ging helemaal echt vrij grove tweets vanuit de keukenkampioen-divisie de wereld in zenden. En dan mensen dachten, jeetje, wat heftig. Een nieuwe sponsor van de keukenkampioen-divisie. Dus, Oh, redelijk geweldig. Je bent wel bekend met de mascotte van de Crocky Cup. Ja. En wat vinden we ervan? Hebben we dat goed gedaan? Of dat is eigenlijk mijn vraag aan jullie. Hoe komen jullie daarbij uit? Dat uiteindelijk... Ja, dus die had ik wel verwacht eigenlijk. Geen idee. Ik herinner mij dat het allemaal begonnen is met een campagne van Thibaut Courtois, die ooit eens op een zak croquis chips ging staan, met dan effectief papegaaien rond hem. En dat vond ik al een klein beetje tricky. Limiet. Ja, en dan een jaar of twee jaar later kwamen we plotseling met het idee van croquis cup, dat is wel een leuke naam en een leuke setting. En dan kwam er daar een belachelijke geld op, of niet? Ik vermoed dat die toch wel iets bijdragen. Woensdag zal het weer zo zijn. Bij alle bekerfinales die ik al heb bezocht, heb ik echt waar, als journalist... Een zakje chips. Nee, een grote zak paprika, een grote zak pickles en een grote zak zoute chips gekregen. Echt waar. Dus, misschien moet ik mij nog accrediteren voor woensdag. Het is daarom dat je altijd zo positief bent over de Crocky Cup mascotte. Ik hoop het dus ook nu met de play-offs, met de keukenkampioen-divisie, dat als je het gaat volgen, dat je korting krijgt op je keuken. Bij ons krijgen de scheidsrechters dat. Oké, goed. Misschien
misschien moeten we dan eerst overgaan tot de waan van de dag, om dat snel af te ronden. Nu dat we alle ploegen een beetje gedaan hebben. Of moeten we even nog Mirko aankaarten, die ons gewezen heeft op het feit dat er nog iets erger is dan een Crocky Cup mascotte. Wat mag dat dan wel? Een Corneel van Oosterweel. Dus je hebt lang in de file gestaan. Ja. Heb je Corneel gezien? Dat is tegenwoordig onze file-mascotte. Om mensen te zeggen van... Ja. Nee. Zo erg is het niet. Ik heb alle info hoe het komt dat je hier in de file staat. Ja. Maar wat is dit, serieus? Ja, dit is een genderneutrale vogel met een... niet. Die verkleed gaat in een witte en een gele laars. En een heel raar... waar staat hij dan? Dat is een scooter, dat is de snelweg. Die loopt ergens rond. De files in Antwerpen, maar waar jij dus al kennis mee te maken. En die mascotte heeft slechts 15.000 euro gekost. Nee, maar... Dat is een prikje. Echt? Ja, ja. Ja, dat is wel gemist dat ik zo lang in de file heb gestaan. Deze beste Corneel niet heb gezien. Beste Corneel. Ja. Maar goed, kom. Waan van de dag, dus dat doen we elke week. Wie wordt er kampioen in één woord? Lars? Genk. Genk. Niel? Ja, zou ik dan iets gek zeggen? Ja, Club. Oké, ik dacht dat je Anderlecht ging zeggen. Nee. Ik ga zoals elke week, blijf ik benadrukken, voor Genk. Volgende MV van de week. Niel, ik zag in het draaiboek dat je David Neres had gezegd, maar die hebben nu al aangekaart. Ja, dus misschien moet je snel even switchen. Arjen Swinkels. Arjen Swinkels? Heel snel geswitcht. Ja. Van de hemel naar de hel. Nee, maar ik hoorde net natuurlijk over de bekerfinale. Nou, dat zou een titel voor hem kunnen zijn, van de hemel naar de hel. Hij heeft redelijk uitgehaald in Voetbal International, VI Pro in Nederland. Dat is de betaalde versie online. En in een interview heeft hij aangegeven dat hij het enorm goed naar zijn zin heeft bij KV Mechelen. Maar dat hij ook wel zijn hart vasthoudt. Mm-hmm. Ja. Over zijn toekomst. Dat kan zijn dat hij volgend jaar in Europa speelt met KV Mechelen. Maar het kan ook zijn dat hij bij de amateurs voetbalt. Of dat hij gewoon thuis zijn gazon aan het... wat doe je in je gazon? Wat je ook doet met je gazon. Misschien moet Lars even tussendoor zijn tweede quizvraag stellen. Ja, misschien is het wel tijd. Want ik had hier wie is de centrale verdediger van KV Mechelen? Nee, het wordt nog beter. Want het gaat natuurlijk om operatie propere handen. Ja. En om de uitkomst of het hele gegeven er rond. Ja, je krijgt een tweede minuut. Operatie propere handen. Take it away. Oh, wat er gebeurd is. Ja, er is een inval gedaan bij heel veel clubs in België. Omdat er geld zou worden witgewassen. Criminele activiteiten. Wedstrijden zouden gefixt zijn. En er zijn journalisten opgepakt. Scheidsrechters, zaakwaarnemers en bestuurders van clubs. Sterker nog, de coach van een van de grootste clubs van club. Heeft nog vastgezeten, Leko. Het is niet plezant, want hij wit er te veel. Maar ja, dat is ook omdat hij de afleest van dat papier. Dit wil ik nog even... Dit weten de luisteraars niet. Jullie zitten allemaal met je laptop voor je. En ik zit hier al anderhalf uur naar muziek. Te kijken. Ik kan hier niks vinden. Maar je hebt die driedeltje al een paar keer verteld. Hè? Zo klinkt het. In een podcast, in een FC Afkikken aflevering. Nee, we hebben een speciale aflevering. Guillaume was ook de gast toen bij ons. Over proper handen. En dat werd zeer goed gewaardeerd. Omdat eigenlijk in Nederland vrij weinig mensen iets mee deden. En ik hou me hard vast. Want wat in België gebeurt, kan ook gewoon in Nederland gebeuren. En ja, ik schrik natuurlijk nu ook wel wat uiteindelijk de uitkomst gaat zijn nu. Met KV Mechelen. Ja. Ja. Zo'n grote club. Ja, dat kan wel als gewoon einde verhaal zijn. Ja, toch? Dat is waar. Ja. Nu, zeker. Terug naar Arjen Swinkels. Arjen Swinkels die zei dat hij het heel goed naar zijn zin heeft. Maar wel dat hij ook heel erg vindt dat hij gestraft gaat worden voor iets waar hij nooit onderdeel van is geweest. En dat is natuurlijk de harde realiteit. Hij was niet bij die club. Dat is voor zijn tijd gebeurd. Mm-hmm. Maar ja, dat... Maar dat geldt evengoed voor supporters van andere clubs. Nee, 100%. Ja. Tuurlijk. Ja, en het grappige is dat zijn oude liefde ook in de Nederlandse bekerfinale staat. Dus dat is wel een mooi verhaal natuurlijk. Willem II speelt tegen Ajax op 5 mei. En hij speelt zelf de bekerfinale. Dus, Dat kan nog mooi worden. Ja, dat kan speelt zijn broer nog? David Lewis. Jij en broers van? Ja. Wat is dat, Gert? Ja, nee, maar zijn broer heeft bij Willem II gespeeld. Ja, inderdaad. Nee, ik zeg uit mijn hoofd Ruud Swinkels. Ja, Ruud, klopt. Ja. Maar... ik geen idee of die nog speelt. Okay. Maar ik ben dus benieuwd. En het zou zomaar kunnen zijn dat zij de beker winnen. En dus daarna ophouden. Of in ieder geval ophouden als profclub. Hè? Nee. Ja, dat is, wat gebeurt er dan met het ticket? Het Europees ticket gaat dan naar... Het Europees ticket bedoel je? Gaat naar de competitie. Naar de volgende in de competitie geen Europees ticket heeft. Nu, je moet weten, Genk, als winnaar van de reguliere competitie, heeft al een Europees ticket voor de derde voorronde van de Europa League. Dus als zij beter doen, schuift dat ticket ook door. Oké. Prima. Want het is allemaal... Was ik net vergeten uit te leggen, hoe de competitie in elkaar... Ik had gedacht dat je zo gewoon on the verge, in plaats van David Neres, snel even
Virgil van Dijk bijvoorbeeld had gezegd. Want die is nu speler van het jaar in Engeland. En wat nog meer is, ook de vrouwelijke speelster van het jaar. Minima, zeker. Die is, en dat is ook in Nederland. Ja, ook voor mij topscorer ook geworden in de Engelse Premier League. En onze hoop, hè, komende zomer tijdens het WK in Frankrijk voor de vrouwen. Speelde een heel... Nou, dat kan jij niet zeggen, want ze werd Europees kampioen. Speelde ongelukkig tijdens het EK, wat we wonnen met de Oranje Vrouwen. Hij heeft nu een heel goed seizoen achter de rug. Hè. Er spelen 4 Nederlandse vrouwen bij Arsenal. Een heel goed seizoen achter de rug. En Virgil van Dijk is denk ik wel de grootste gemiste kans die Ajax heeft gehad de afgelopen jaren. Ja. Voor de Belgische luisteraars. Het ging destijds tussen Van der Hoorn en Van Dijk. Ja, inderdaad. Van der Hoorn toen bij FC Utrecht en Virgil bij Groningen. En waar speelt Van der Hoorn nu? Zeg ik goed, Swansea. Swansea zitten. Ja, inderdaad. Ja, maar Virgil met een omweg en een heel mooi verhaal heb ik een keer gehad met Dick Lukien, trainer van Emmen. Die heeft hem bij Jong Groningen gehad. En toen was het of aanhaken of stoppen met voetbal. Want die speelde in de tweede. En die was boos, kreeg geen kansen. En toen is Dick Lukien, een hele goede trainer trouwens in Nederland, heel erg met hem aan de slag gegaan. Ja. Kwartje is gevallen. Nou, hij haalt het eerste. En nu, moet je zien waar die is. Ja. Nee, hoe snel het kan vallen, hè, in voetbal. Ja, absoluut. Zijn jullie het weer aan het overnemen van ons? Of? Want ik heb het gevoel voetbal. Dat... Ja. Nee, dat denk ik niet. Als ik mijn geld moet zetten wie Europees kampioen wordt volgend jaar, en dat zal me niet in dank afgenomen worden, als ik moet kiezen tussen België en Nederland, zet ik België. Oké, goed. En op clubniveau? Want we hebben eigenlijk al een hele tijd rond de hete brei gedraaid. Maar Ajax, moet je daar gewoon even een kwartier over praten. Kijk, Ajax, wat heel goed is, maar wat ook mijn angst is, dat de Ajax het Bayern wordt van Nederland. Die hebben nu zoveel geld en die kunnen werkelijk waar iedereen kopen in Nederland. En... Dat zou zonde zijn voor de Nederlandse competitie. Want je ziet nu in Duitsland wordt het wel weer spannend. Maar normale jaren is het al in maart beslist. Of misschien wel eerder beslist wie de kampioen wordt. Maar Ajax doet het heel goed. En Ajax heeft gewoon één hele slimme set gedaan. En dat is Erik ten Hag halen. Mm-hmm. Die het bewezen heeft bij andere clubs op een ander niveau. En die heel erg wordt tegengewerkt. Ik weet niet of jullie dat meekrijgen in de Nederlandse media. De Telegraaf gaat er. Er is een bepaalde strekking heel erg anti en een andere strekking eerder gewoon die objectieve analyse. Ja, en wat ik heel erg vind, dat heeft niks met voetbal te maken waarop hij wordt afgerekend. Waar komt dat om? Dat kan ik. Nou, ik heb het in Nederland ook al gezegd. Erik ten Hag geeft niks weg aan de Telegraaf. Lekt niks naar de Telegraaf. Okay. En heeft niks met de Telegraaf, ook niet hoe ze schrijven. En op een gegeven moment willen zij ingang hebben. En dat kunnen zij niet krijgen. En dan wordt frontaal de aanval ingezet op hem. Mm-hmm. Zo, de chef sport dus, die zei Ajax gaat het toch niet halen bij Madrid. Heeft zijn vliegtuigticket niet geboekt. En die is gaan lachen. Valentijn Driessen. Ik loop nog niet zo lang mee in de journalistiek. Ik heb nog nooit meegemaakt dat columnisten, schrijvers van andere kanten, frontaal de aanval hebben ingezet op hun collega's. Hoe? Maar dit is echt nog nooit zelden vertoond. Ja. Nee, want of je nou voor welke krant je ook schrijft, er is collegialiteit. Mm-hmm. Daar is weinig van over, hoor. Okay. Omdat zij het zo oneerlijk vinden hoe de Telegraaf Ten Hag heeft aangevallen. Mm-hmm. En natuurlijk, Ten Hag is niet iemand die prachtige zinnen maakt of iemand met een fantastische uitstraling. Is gewoon een hele goede trainer. Komt uit het oosten van het land. Mm-hmm. Praat soms wat binnensmonds. Maar mij allemaal helemaal niks uit. Dan is gewoon een hele goede trainer. Maar daar vallen zij hem op aan. En over dat hij verkeerde beslissingen neemt in de ogen van... Als ik met verkeerde beslissingen in de halve finale van de Champions League ga, Als je kijkt welke beslissingen... Waar is dat contract om hier te tekenen? Maar het mooiste is, en dat zou ik jullie ook aan willen raden, tegen Juventus. Juventus deed heel goed tegen Ajax in de return. Hè. Het was 1-1 in Amsterdam. Mm-hmm. Juventus is natuurlijk weer een stap hoger dan Real Madrid, zeker dit jaar. Als je ziet hoe hij dat omzet na 20 minuten in die wedstrijd. Ja. En dat is prachtig opgeschreven door Pieter Zwart of VI Pro. En dan dat is echt heel erg genieten. Want het is gewoon, hij ziet het. En in twee die dingen, dan zorgt hij er gewoon dat Ajax de tweede helft... Ja. Ik weet niet of jullie gezien hebben. Dat sloeg eigenlijk helemaal nergens op. Ik heb Juventus nog nooit zo gezien. Nee. Juventus panikeerde. Nee, maar die wist echt niet meer wat ze moesten. Nu, vorig jaar die Europa League finale, nu dit. Ja, twee jaar geleden, sorry. Peter Bosz, zijn dit nu losse uitschieters? Of denk je van binnen nu en 5 jaar herhalen ze dit nog eens? Want er gaan heel veel weg. Het gaat jongen vertrekken, Matthijs de Ligt gaat vertrekken. Hoeveel er weggaan is de vraag, hè? Ja. Hakim Ziyech zal nu ook... Hij heeft ook gezegd, ik hoef niet zomaar weg. Okay. Als AS Roma nu komt, hè, wat vorig jaar voor het WK was... en die hebben daarna nee gezegd, zeg ik nee, uit principe. Dus ik wil wel gewoon een goede keuze maken. Ja. David Neres, precies hetzelfde. Komt voor 43 miljoen in de winter naar China... Hoeft niet zomaar weg. Onana, precies hetzelfde. Contract net verlengd. Natuurlijk, op een gegeven moment gaan de bedragen komen, gaan clubs kopen. Mm-hmm. Maar het gaat er veel meer om, wat gaan ze nu doen? Hè? Welke spelers gaan ze eronder? Ze hebben wat 2 jonge Nederlandse talenten gehad. Ze hebben iemand bij Standaard vandaan gehaald. Dat was van Marien. Ja. Dus
het belangrijkste is, hoe lang ga je Ten Hag houden? En daar ook mijn hart voor vast. Want ja, de eerste geruchten zijn dat er zowel Bayern München als Chelsea zich gemeld hebben voor Ten Hag. Of dat ze hem graag willen hebben. Jezus, hij spet hier gewoon elk weetje los uit de mouw. Ongelooflijk. Wat? Allemaal op zijn papier. Nee, jullie weten niet. Ik heb hier een oortje in. Dat is rechtstreeks verbinding met Essen Afkikken in Amsterdam. Van niet de Telegraaf zijn. Nee, okay? Dus ja, en ja, nu gaan we Tottenham meemaken. En ik ben zie niet. Je het zitten, Morrie? Ik heb Vincent Janssen heb ik gesproken afgelopen weekend. Viel natuurlijk weer in. Is nu niet ingeschreven voor de Champions League. Dus Vincent Janssen die een beetje op een zijspoor zit bij Tottenham. Ja, en die nu weer minuten maakt omdat Kane geblesseerd is. Die zei, wij hebben meer moeite, en dat zie je ook in de competitie, als wij tegen een muur moeten voetballen. Ajax gaat gewoon ruimte weggeven. Ja. En dat kan natuurlijk twee kanten oppakken. Want onder druk, geen enkele ploeg. Hè, Real Madrid en Juventus hadden zoveel moeite dat ze onder druk werden gezet. Want dat maakt ze niet mee in de competitie. Hè, dat iemand zoveel lef en brutaliteit heeft. Ja. Dus ik ben heel benieuwd. En het enige nadeel, wat heel veel mensen en heel veel Amsterdamse vrienden van me vinden, is dat ze de tweede wedstrijd thuis mogen spelen. Ik zie dat als een nadeel. Mm-hmm. Omdat ik de ervaring zie van Tottenham in topwedstrijden. En ja, voorheen stond er ook geen druk op Ajax in die tweede wedstrijd. Want Real Madrid stond je 2-1 achter en Juventus 1-1. Ja, dat maakt niet uit. Nee. Dus ik hou mijn hart vast. Maar het worden twee hele interessante wedstrijden. En het zou wat zijn dat we een Nederlandse ploeg anno 2019 in de finale, in het Champions League finale. Dat zou wel een waanzin zijn. Ja, nu, in deze aflevering die ondertussen anderhalf uur zal duren. Maar mag ik er één vraag terugstellen? Ja, denk jullie dit binnen nu en 5 jaar een Belgische club? Nee. Maar Europa League? Nee. Ja, pas op, in Europa League hebben we recent nog kwartfinalisten gehad. Maar het probleem is, dan kan je ook in de halve finale. Dat kan nog, jawel. Kom op. Ik wil mijn mening herzien na de transferzomer die nu komt. Als bijvoorbeeld een club als Genk erin slaagt om van de 4-5 toppers er 3-4 te houden, dan heb ik wel goede hoop op de toekomst. Want dat betekent dat je ook naar later toe talenten langer aan je kan binden. Ja. Maar bijvoorbeeld, Matthijs Ligt had ook al veel vroeger kunnen vertrekken bij Ajax. Zie je gewoon vorig jaar vertrekken. In België heb je dat gewoon niet. We kunnen ze niet zo lang vasthouden. Nee, klopt. Dus maar er is ook niet een ploeg in België met zoveel geld, toch? Nee. Nee, hoegenaamd niet. Nee. Anderlecht spiegelt zich heel graag aan Ajax. Maar ik vraag me af, spreekt Ajax soms eens over het Anderlecht? Namelijk het Belgische Ajax? Nee, ik denk dat je dan terug moet naar de jaren 70 of zo. Goed, ik zal toch maar mijn man van de week doen waarschijnlijk. Ah, die is er ook nog. Ik doe nog mee. Hallo? Oh, ik dacht dat het rubriekje al afgelopen was. Kan hem ook skippen ook? Snel dan. Allee, heel snel. Maar het is zo'n lang verhaal. Oei. Toch snel. Nee, okay. Johan Verbiest. Nee, Johan Verbiest. Dat gaan we niet doen. Nee. Is wel boven water gekomen. Heeft effectief gereageerd. Hij leeft nog. Ja, voor de analyse voor speeldagen 5 eerst. En dan speeldag 4, de bewuste fase met Mechelen. Heeft hij zo eens heel vaag, s'avonds, snel op de site gezet. Zonder eigenlijk een mail te gestuurd te hebben naar de pers. Vond ik al heel Beetje het was eigenlijk... Het was strafschop, dat was het. Bij Mechelen, nu, nee toch? Bij Mechelen. Nee, het was Brandon. Geen. Ja, het was geen strafschop. Ja, we waren fout. Ja, dat was het. Ja, okay. Wij waren fout, dat was het opmerken. Nee, mijn man van de week is Hatem Ben Arfa. Oh, mooi. Want? Want de man die is bekerwinnaar in Frankrijk met Rennes. Dus so far niet speciaals. Maar de club waar tegen hij speelde, Paris Saint-Germain, daar heeft hij nogal een woelige relatie mee. Nu, specifiek, hij ligt eigenlijk in een rechtszaak met PSG. Oei. Ja, hij speelde tussen 2016 en 2018 voor de Parijzenaars. Nu ja, spelen is een groot woord, want na ongeveer een jaar kwam hij eigenlijk in discrediet. Nadat hij eigenlijk een klein akkefietje had, en er zijn verschillende versies, maar volgens gespecialiseerde media, en ik quote, was Al Khelaifi, dus eigenlijk de baas, de eigenaar van PSG. Ja, die zou namelijk ongelukkig zijn geweest met een opmerking die Ben Arfa maakte in een onderhoud met de emir van Qatar na een training, daags na het duel met Avranches. Ben Arfa zei, ik ben blij u te spreken omdat ik een paar berichtjes heb gestuurd aan de voorzitter en hij heeft niet geantwoord. En dat is dan via bij Al Khelaifi toegekomen. En die was daar heel gepikeerd door eigenlijk, dat de emir van Qatar hem heeft moeten wijzen op een gebrek aan communicatie. Dat was het probleem. Dat zegt toch Ben Arfa. Ja. Dus wat hebben ze gedaan? Hem naar de B-kern gestuurd. Hij mocht nooit meer spelen. Hij heeft denk ik een jaar niet meer gespeeld. Ja. Daardoor kon hij ook niet vertrekken. Zag hij zijn waarde dalen, kreeg hij geen mooie ploegen. En uiteindelijk was het dan Rennes die kwam. Daar ging hij dan naartoe, een beetje moeten aanpassen, uiteindelijk goed beginnen spelen. Komen ze die toevallig tegen in de bekerfinale. PSG komt op een 0-2 voorsprong. Rennes komt terug tot een 2-2 en wint uiteindelijk in de strafschoppen. Waarna Ben Arfa voor de microfoon komt.
En je zou denken, ja, de man, er ligt toch geen rechtszaak met PSG, die gaan misschien een klein beetje inhouden. Maar het tegendeel was eigenlijk waar. Want Ben Arfa komt daar en hij zegt van, ja, dit is eigenlijk een echte remontada. En dat zijn ze bij PSG intussen wel gewend. Oeh. Drop the mic, ja, ja, spel gewonnen. Ja. Dus daarom, ja, dus... Ben Arfa vond ik dus wel een leuke. Ja. Oké. Okay. Klein steekje. Ze waren sowieso niet heel blij, hè? Nee. Neymar die een fan sloeg. Effectief, ja. En het probleem is, de Ben Arfa-case, die zal nog een opvolging krijgen. Want Rabiot, Adrien Rabiot, ja, die mocht ook niet vertrekken. Heeft zelfs zijn moeder ingeschakeld om een transfer naar Barcelona te forceren. Moeder. Ja, die werd in alle media opgevoerd. Zijn ma, of ja, in alle media opgevoerd om te zeggen van, ja, zeg, je moet mijn zoon echt laten vertrekken. Dus daar zat wel een klein ietsje scheef. Triestig. Ja, wel. Dus Rabiot gaat identiek dezelfde kant uit. En ja, ze waren allemaal niet content. Neymar, die sloeg een supporter die hem wel ferm aan het uitdagen was. Ja. Dat wel. Maar ja, dan moet je nog steeds je cool houden. Ja. En Mbappé had toch een klein revancherende tackle in zich in minuut 118. Nee, maar Neymar kon ik ergens nog niet snappen. Ik keur het absoluut niet goed. Wordt er uitgedaagd, moet absoluut zijn handen thuis houden. Maar het is ook maar een supporter die hem beledigt of zo. Mm-hmm. Allee, die zal wel niet slecht geroepen. Dat hij überhaupt luistert naar die supporter, dacht ik. Ja, ook al. Dat hij zo goed Frans spreekt zelf. Dat wist ik helemaal niet. Ja. Nee, maar die supporter zo luid roept. Ik heb zelfs nog iets erger gezien dit weekend. Erger dan een belediging was een spandoek tijdens de derby tussen Dortmund en Schalke. Ja. Waar wat heftig, hè? Ja, waar de Schalke-supporters een spandoek bij hadden van... bevrijd Sergej Wenergold, maar dan in Duits uiteraard. Wie is dat? En dat is de man, dat is de terrorist of de kamikaze-piloot die de spelersbus van Dortmund heeft aangevallen vorig jaar, juist. Vlak voor de Champions League-wedstrijd tegen Monaco. Ja. En dat was niet goed. En Mark Bartra zat op die bus, heeft daar heel wat lichamelijk enkel een gebroken pols, als ik me niet vergis. Ja, geestelijk, hè? Ja. Mentaal is dat waanzin, om dan met zo'n degoutant spandoek op de proppen te komen. Ja, past ook niet bij die club, vind ik. Nee, helemaal niet. En dan denk ik, bierbekertjes en beledigingen. Ja. Savan nog wel. Ook een probleem, maar in een ook andere een probleem, gradatie. Maar inderdaad. Heb je wel genoten van de wedstrijd, of niet? Ik heb ze niet gezien. Was voor het eerst dat echt een kolenpot derby dat het weer... Oh, het woord. De kolenpot derby. De kolenpot derby is een begrip dat alleen in Nederland wordt gebruikt. Is dat zo? Ook in Duitsland, toch? Nee. Vrienden van Neutrale Kijkers, de podcast, die hebben dat onderzocht. En die hebben gevonden dat het alleen maar in... Heeft Peter Buurman het onderzocht of Jordi Amali? Jordi. Dan twijfel ik er nog wel. Ja? Nee. Maar zo, het is eigenlijk in Duitsland de rivierderby. Ja. En rivier is Duits voor gebied. Dus niet van rivier, want dat ligt niet aan een rivier. Ja. Charles, dat ik dat niet gezegd. Geizen. Maar wij hebben ook zo'n term. Ja. Wij gebruiken in België de hate game. En welke match is de hate game? Dat is bij ons... Legio, dat is bekend overal. De hate game? Die petitie in Spaanse. Maar de hate game, het gaat niet over een wedstrijd in België. Nee. Anders zouden we het is ook hetzelfde, de kolenpot derby is een Nederlands begrip dat alleen in Nederland wordt gebruikt voor die wedstrijd. De hate game. En wij hebben de hate game voor Manchester United-Liverpool. Ja. Dat wordt in Engeland wie heeft dat bedacht? Een journalist in de jaren. Een Belgische journalist heeft dat ooit. Welke journalist? Jaren 70, 80 is dat voor het eerste. Ja, maar het wordt dus blijkbaar alleen in België gebruikt. Goed. Kan Jordi ook al uitzoeken wie dat bedacht heeft? Ja, toch? Maar dan zou ik er nog aan twijfelen. Misschien moeten we dan maar een dubbel oproep doen. Hè? Naar de luisteraars om enerzijds van die gekke kolenpot toestanden of hate game toestanden te delen. En ook misschien zo walgelijke acties van de supporters uit het verleden. Maar echt van, niet van supporters, maar echt van enkelingen die gewoon bedoeling hebben om dingen te schaden. Onthoofde de voer, die categorie. Zo. De Popsuelo is ook wel zo eentje. Popsuelo is ook een klassiekertje. Ja, dat kunnen doen. Nee, ja. Dus dat kunnen mensen sturen naar shotcast.nieuwsblad.be, audio.nieuwsblad.be, hashtag shotcast of @shotcast op Twitter. En gaan we dan door of gaan we nog één prangende vraag stellen? Ah ja. Ja, dan moesten we nog vragen. Het is geen quizvraag, maar het is misschien... Ik kan er een klein quizvraag van maken. Hè? Dus kwestie van propere handen. Het staat er eigenlijk los van. Maar vorige week is er ook een ander onderzoek gevoerd, waarbij ze bij Anderlicht op de club zijn binnengevallen. Ze zijn daar een huiszoeking gedaan. Ja. Nu, er is iemand die daarover getweet heeft. En ik vroeg mij af of jij kon raden wie. Okay. En de tweet luidt als volgt. Ik ga de taalfouten en tikfouten ga ik niet voorlezen, maar de essentie is... Tja, ik sta er helaas voor per suite niet van te kijken dat dit gebeurt, gezien hoe een aantal jaar geleden verliep binnen de club. Maar de club wens ik oprecht al het beste. John van den Brom?
Nee, qua voornaam zit al... Maar hij heeft... Nee, ik wil zijn naam niet noemen. Ah, ja, doe toch maar. Moet ik hem noemen? Ja. Shenoni. Is het, begint zijn achternaam met een T en eindigt op een T? Ja, klopt. Okay, nou, dan hebben we het over dezelfde. Ja, dat zou iedereen... Ja, ik denk dat iedereen wil weten over welke man dat we hier hebben. Ja, dat gaat. En wat is de perceptie in Nederland tegenwoordig van de man die begint met een T nou, en eindigt ik heb op hem een zelf T? Meegemaakt toen ik nog... Sorry, Gilles, dat is trouwens niet om te turven. Hè, want nee. Zijn naam wordt... Ik heb zijn naam niet gezegd, toch? Nee. Dus, dat is geen maar die man hebben wij eens een keer... met beveiliging uit de studio moeten zetten. Wat? Toen ik nog als producent, actief was bij Voetbal Insight. En toen, ja, die wilde echt de studio binnenkomen destijds. Huh? Ja. Maar de situaties? Of... Nou ja, hij wilde met Johan Derksen in gesprek. Ja, daar zaten wij natuurlijk totaal niet op te wachten. En dat werd steeds meer en meer. En hoezo wilde hij de studio binnen? Ja, omdat hij wilde gesprek. Hij wilde aandacht, wat hij altijd wil natuurlijk. Oei, maar, Nee, maar het is niet dat hij een aanval wilde of zo. Maar ja, wij zaten er gewoon niet op te wachten. En hij ging maar door. En hij zei, ja, dan kom ik naar de studio. En toen hebben we daar gewoon mensen gezet dat hij de studio niet naar binnen kon. En is hij effectief tot aan de deuren geweest? Of? Nou, hij is wel vaker, maar hij is niet naar binnen geweest, zeg maar. Maar hij stond er wel dan? Of? Ja, maar er staat sowieso altijd wel. Hè. Er staan altijd mensen, gewoon mensen binnen. Maar toen hebben we wel gezegd, let even op. Hij mag niet binnen. Nee, ja, maar want dat is wel zo iemand die ook, als die wordt uitgenodigd, of die loopt gewoon een studio binnen en die gaat daar gewoon kletsen. Ja, en die gaat daar doen. Ja, dat is natuurlijk... Ja. Ik zag hier net ook al iemand aan onze deur bewegen, maar het zal dan niet John Trost zijn. Nee, laten we wel... het is dat jullie het er ook wekelijks over hebben. Het is een verdienmodel, natuurlijk, voor die man. Ja, dat doet hij gewoon goed. Ja, wij sturen hem effectief geen geld op om belachelijk te doen. Je weet dat hij een goede cheque heeft ooit ontvangen heeft, hè? Vanuit Eindhoven. Nee. Met het kampioenschap. Nee. Oh, wat? Echt? Jullie kennen dat verhaal niet? Nee. De laatste speeldag, 8 mei 2016. Ajax moet kampioen worden bij de Graafschap. Warme dag en de Graafschap doet er allemaal niet meer toe. Ajax speelt daar 1-1 en PSV wint bij PEC Zwolle, wordt kampioen. Maar dat kwam natuurlijk omdat hij kracht had ingestraald. Hij had allemaal tweets gestuurd. En uiteindelijk, vorig jaar, heeft hij een tweet geplaatst dat er €10.000 is betaald door PSV aan hem. Dat kan toch niet? Waarom doet hij dat? Maar hij heeft dat getweet, maar dat zal niet echt zijn. De PSV heeft het, wilde er niks over zeggen. Maar wat ik hoorde uit betrouwbare bronnen, dat er wel geld is overgemaakt, inderdaad. Maar dat is iets voor jullie. Hè? Het is iemand een rode draad in jullie verhaal. Ja? Om dat een keer goed te onderzoeken. Okay. Oh, geweldig dat we 5 minuten aan het praten zijn over iemand wiens naam nog niet vernoemd. Nee. Heb je ook zo'n verhaal over Frank B. Wiens naam eindigt op een iets? Wat? Nee. Dan laten we zo. We gaan overschakelen. Shotcast. Ik zie wat jij niet ziet. En het is, Lars? De kracht die John Troost uitstraalt. Dan toch zijn naam benoemd. Ja. Oh, dat is jammer. Ik heb het zelf al gezegd, hier ze weet zonder dat je het wist. Ah, is ja. Het? Ja, is gepasseerd. Oké, dan verontschuldig ik mij. Ja. Maar ik zie wat jij niet ziet, en dat is play-off 2. En deze keer heeft chef Gert eigenlijk het ook niet gezien, nee, want hij heeft hele zaterdag naar de radio geluisterd. Ja, ik heb naar de radio geluisterd. En zelfs, ik heb het dus gehoord, play-off 2, maar zelfs dat is relatief, want... Ik schakelde in om 20:06, hè, toen de uitzending begon net na het nieuws. En de eerste zin die ik hoorde was, in afwachting van de finale in het volleybal tussen Roeselaar en Mazeik, gaan we even over naar het voetbal in play-off 2. Oei, de omgekeerde wereld. Ja, dus als je een afwachtingswedstrijd bent geworden voor de volleybalfinale, dan weet je dat het moeilijk wordt. Ja. Oké. Ik geef nog even mee... ik heb weinig geleerd in die uren, maar zelfs bij Westerlo Eupen en bij Union Waasland Bever was er geen reporter aanwezig. Dus... Meen je dat? Echt? Ja, mijn play-off 2, nee. Dat was gewoon de man uit de studio die zegt, en blijkbaar is er ook gescoord in Eupen. Of in Westerlo. Maar hoe kan dit? Ja, dat wist ik helemaal niet zelfs. Ja, dus dat er niemand ter plekke? Ja, maar het feit dat hier nog niemand dat wist, dat ze play-off 2 op deze manier behandelen... Ja, Neil, dat had je toch wel kunnen inlezen. Ja. Excuus. Nee, maar dat zegt ook dat er niemand wil luisteren naar play-off. Ik ben nu waarschijnlijk de eerste die effectief... bewust gaan luisteren is naar play-off 2 en het heeft opgemerkt. En wens je nu een vaste reporter daar? Of? Nee. Ja, ik dacht van even te stemmen. Maar... Het is een vaste reporter, ja of nee? Ja, 3-1. Mijn antwoord beneden, het is 2-2. 2-2 dan. Ja. Ah, oké. Okay. Maar dan mag ik volgende week play-off 2 gaan doen. Ja, dank u. Ja. Wow. En, dus bedankt al, Gert, om vorige week over te nemen. Zijn er suggesties, vraag ik met een bang hartje? Is er ergens iets waar de beslissing kan vallen? Je wil mij naar een sportieve topper in play-off 2 sturen? In de mate van het mogelijke. Ik zal kijken. Er is wel... Charleroi, STVV.
Zaterdag. Voor de eerste plaats. Dat is de sportieve topper. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, ja. De zebras tegen Canaries. Het dierenduel. Dieren, de beestenboel. Ja. Ja, misschien ook eens even passeren in Paradijs onderweg. Ja, ja. Met mijn liefde voor themaparken. Nee, zal ik daar naartoe gaan? Ga er iets leuk van maken? Of, dat zullen we dan wel zien. Ja. Ja. Maar ik heb wel nog een heel leuk last minute voorbeeldje voor de initiële bedoeling van onze rubriek, ingestuurd gekregen door Werner. Ja. Die had eigenlijk een verhaal ingestuurd rond Ernest een Faure. Huh? De voormalige spits van Kortrijk. Kortrijk, tot Waregem, Gent. Gent. Huh? Deinze. Uiteraard. Ja. Het lag op puntje van mijn tong. Ja. Neftchi Baku ook? Ja, dat kan wel. Ja. Ja? Maar nee, goed, dat is. Die dus. Nee, wel, die man speelt tegenwoordig na een mislukte, of ja, een weinig memorabele passage bij Dender, speelt hij bij Ossa Brakel. Dus in de tweede amateurklasse, dus ongeveer het vierde niveau in België. Mm. En het was een redelijk belangrijke match voor Brakel. Het was de derby tegen Ronse. En als Ossa Brakel verloor, dan zouden ze zakken naar derde amateurklasse. Nu, de match werd 0-3. Dus de degradatie is een feit. Maar Ernest Saint Faure had iets heel vreemds gedaan. En ik zal even een stuk uit een verslag van die regiowedstrijd lezen. Even was er nog een schermutseling tussen Appia, de spits van Ronse, en enkele supporters, waarbij de Ronsische spits beweerde een racistisch geroep naar zijn hoofd gekregen te hebben van de Ossa Brakel-fans. Hij werd daarin bijgetreden door Ossa-spits een Faure, die, terwijl de match gewoon aan de gang was, met de supporters in discussie ging. Ongezien op dit niveau. Dus ze stonden ruzie te maken terwijl een bal gewoon niet... Allee, ruzie te maken, verhaal te gaan halen. Dus eigenlijk een Faure was verhaal gaan halen bij zijn eigen fans op een moment dat zijn club in acuut degradatienood verkeert. Maar aan zich is het wel mooi. Ik vind dat prachtig. Ja, en dus ook iemand van de tegenpartij kwam er ook bij. Dus die Appia, dat was van de tegenpartij. En een Faure kwam effectief bij zijn eigen fans. Kan ik daar nog mijn M van de week van maken? Of is dat relatief laat? Een beetje laat. Oké, dat is jammer. Sorry, Ernest. Ik wil voor een andere keer zijn. We gaan door. Shotcast. De clickbait quiz. Hoera. Hoera. Guillaume, 6-5. Je staat op achterstand. Ja, ik want weet vorige het. Week was het... 5-5. 5-5, ja. En niet zoals Bart aankaartte, 5-5. Ja, dus, maar Gert is dus op voorsprong gekomen. Hè? Ja. Dat is heel fijn voor hem. We komen dichter bij het einde. En we hebben een aantal suggesties toegestuurd gekregen van de luisteraars. Voor tegenprestaties, hè. Voor de... Ja. Ik zie het niet zitten. Hè. Het zit er wel een paar leuke bij. Zo'n flesje chili sauce van Wayne Shane. Shaw. Oh, dat is een moeilijke. Shaw. Dat is dan nog een flesje chili sauce van Wayne Shaw. Ja, we zijn er. Dat dus leeg drinken. Wauw. Ja, dat is lastig, hè. Ja. Wat hebben we nog? Een abonnement op Anderlecht kopen. Dat zou ook wel een gepaste straf zijn. Ja. Alle matchen van Play-off 2 binge-watchen. Oh, dat is wel zot, hè. Ja, dat is... om maar te zeggen, ik motiveer u een beetje om beter te doen deze week. We gaan dat later beslissen wat het uiteindelijk wordt voor de verliezer. Ik vond die inzending van Bernd ook wel leuk. Een maand gaan werken voor een clickbait-site. Nu dat we die verhalen van de Telegraaf hebben gehoord, valt dat eigenlijk wel nog mee. Wat is de grootste clickbait-site in België? De grootste clickbait-site. Ja. Maar gaan we namen noemen? Of nee, dat geeft ze al te veel aandacht. Ja, voilà, kijk. Ja. Dus goed impact. Nieuwe opgave. Dus Niel doet mee? Niel mag meedoen. En als ze wint, krijgt hem 10 punten. Okay. Sowieso. Dus dan moeten wij alle twee die tegenprestatie doen. Ik ga zwijgen. Ik zeg niks. Nee, goed. Nieuwe opgave. Een beetje in de lijn van wat jij eruit zei. Iedereen klaar? Vingers aan de knoppen. Ja. Hier komt hij. Opvallend. Ex-speler van Club Brugge vecht volop tegen de degradatie naar tweede amateur. Tik-tak, tik-tak. Welke positie? Een verdediger. Gunter van Oudenaarde? Nee. Dat is bij Deinzen, hè. Gauthier Liebrecht? Nee, niet bij Deinzen. Kokzijde? Ook niet. Maar ik zoek een naam, hè. Ja, maar ik ben aan het denken wie is er daar beneden aan het spelen in die reeks. Kokzijde staat laatst, denk ik. Knokken staat laatst. Of Knokken, amai. Terry Berkou, nee. Okay, het is een verdediger, hè. Olivier de Kok. Het is een verdediger, nee. Het is minder lang geleden. Twee seizoenen bij Club Brugge, centrale verdediger. En een Belg, vermoed ik. En een Belg. Tic-tac. Hij kwam van Moes Kroen, heeft ook nog bij Bergen gezeten. Ah, van Gijzegem. Daan van Gijzegem. Ja, 7-5, Guillaume. Wat gaan we eraan doen? Ja. Hoeveel afleveringen zijn er nog eigenlijk? Nog één punt en ik ben kampioen. Lustige graag chili sauce. Ja, en ik heb hier net het artikel gekopieerd, om maar te zeggen.
dat die clickbait sites bij wie speelt echt, hij eigenlijk? Echt wel top zijn. St. Louis Winkel, denk ik. Dat staat er dus niet in. Maar goed. Ja, wat goed, ja. En hij zakt naar tweede amateur. Ja, blijkbaar. In de reeks van Eendrecht Aalst. Ja, maar Aalst is al gezakt, hè? Ah, wel ja, dat doet dus. Maar ja, sinds 2010 was hij bij Club Brugge, hij heeft er 2 jaar gezeten. En wat ik me het meest herinner is zijn auto-ongeval met Sven Doest. Ja. Die ook niet meer hoge toppen scheert. Ik denk dat hij nu een café heeft overgenomen. Ik denk dat Sven Doest ook gewoon bij Sint Louis Winkel speelt. Ja, serieus? Ja. Allee, dat is allemaal fijn voor die hem. Die carpoolen dus, naar de trainingen, hè. Ja. Sowieso. Ja, zal ik er nog snel de dingen tegen aansmaken? Zou het ook Oudenaarde kunnen zijn, eigenlijk? Ja, dat kan wel. Dat kan wel. Dat kan wel. Ja, ja oké. Okay. Dus Daan van Gijzigen, hè. Ja. Amai. Maar goed, nu dat we hier Nederlander in de buurt hebben, ben jij... Ja, jij bent wel gekend met Bob Peters, hè? Zeker. Vermoed ik. Ja, want we hebben een award voor hem. Van nietzeggende quotes of holle slogans gebaseerd op de immer bekende one-liner. Dan gaat het lastig worden. Nee, wat was die ook weer? Dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Ja. Jullie hebben zelf het filmpje online gezet. Ik heb het net nog gezegd. Ja. Maar misschien in Nederland dat het dan een klein beetje verbasterd naar dan weet je dat het lastig gaat worden. Ja, dan weet je dat het moeilijk gaat worden. Bij Roda misschien constant. Dus ik zoek elke week iemand die zo'n holle, nietzeggende quote de wereld instuurt. En de winnaar van deze week is... Bob Peters. Want die zat in de studio bij PlaySports en die was een heel exposé aan doen. En die zei, en om dan een cliché te gebruiken, ja, dan weet je dat het moeilijk wordt. Echt waar? Ja, we hebben net op onze Twitter gezet. Dus Bob is Bob wint zijn eigen award. Oh, dat is redelijk geweldig. Ja. Overigens, ik hoorde hem vorige week, was natuurlijk in Nederland, hè? Twente. Die dus hoort hem, toch? Wie? Jullie, met die tweet over... Ja. Van Enschede ontploft. Maar ik vond het knap dat jullie dat wisten, want in Nederland, oef. Ja, je kan moeilijk lastige of vervelendere dingen tweeten dan dit, hoor. Ja. Als Enschede promoveert met de vuurwerkramp. Ja. Ja. Dus ik ben ook wel benieuwd of die stagiair nog steeds daar werkt. Hallo? Die is naar de Telegraaf gegaan. Promotie. Na dit prachtige complimentje voor onszelf, over naar het laatste. Shotcast. Wat gaan jullie volgend weekend doen? Want we zijn toch alweer zo snel bij het einde gekomen. Iemand die... Gewoon werken. Gewoon werken. Ja. Gert? Gert maakt het round-up gebaar van jongens, niet te veel meer brabbelen. Om te compenseren, ik ben 2 dagen thuis, dus dat wordt een weekendje voetbal. Hè. Ik denk dat er wel genoeg is om ons aan op te warmen. Dus een beetje zetelangen. Ja. Jij grote plannen? Je hebt een bekerfinale waar we naartoe gaan. Dus dat is wel leuk. En vrijdag is de laatste ronde in de keukenkampioendivisie. Dus dan wordt maar je had daarnet in het stukje tussendoor een afkorting. De KKD. KKD. De KKD. Ja. De KKD. Dat is het geluid dat de Krokkie-cup-mascotte maakt. Jullie hebben toch een KKD-podcast? Ja, zeker. Keukenkampioendivisie-podcast. Ja. En daarom baalde ik ook. We hadden vroeger JLWO, hè? De Super League weekoverzicht. Ja. En toen baalden wij natuurlijk opeens naar... Naar de KKD. Wauw. Het geluid dat de Krokkie Cup mascotte. Ja, dat vond ik mooi. KKD. Ja. Wat KKD. Hebben we, goed. Wat hebben we allemaal op programma? Is er bij ons nog? Wat gaan jij doen? Jij gaat naar Playoff 2? Ik ga vrijdag naar Genk Antwerpen. Ik ga zaterdag dus naar Charleroi Sint-Truiden. Dan ga ik nog thuis moeten uitleggen hoe we dat gaan fixen. En zondag Anderlecht Standaard. Goed gevuld programma. Goed gevuld. Heel veel eigenlijk. Ja, toch? Zit dus, jij niet graag thuis? Of... Nee. Okay. Mijn chef laat mij veel werken. Goed naar het volgende. Ja. de kalender zeker, hè? Ja. Morgen is er blijkbaar een halve finale match Tottenham Ajax. Ik weet niet of je daar al iets van gehoord hebt, Neil. Woensdag volgt dan Barcelona-Liverpool. En natuurlijk ook in België hebben we de bekerfinale. Dat is top over de billen. Als er die een dag Barcelona-Liverpool, dan kijk ik toch liever naar Gent-Mechelen. Dat is gelukkig al om 14:30. Ja, wel, ja, maar dan zal ik al voldaan zijn. Hè. Ja, het mag trouwens niet s'avonds, zodat het effectief niet samenvalt met Champions League. Ja. Donderdag is er Europa League. En dan in het weekend. In Duitsland kan er nog geen beslissing vallen. In alle andere landen is er al bijna een beslissing gevallen. Dus dan herhaal ik nog eens met veel plezier dat vrijdag Genk Antwerp is. En zondag Anderlecht Standaar. Gent Club... Gent Club is dan op... Dat ook zondag is. Hè? Ja, dat zou misschien wel kunnen. Met die bekerfinal. Ja, dat is goed. Dan rest er mij niets anders meer om de kanaal te herhalen. @shotcast, #shotcast. Audio@nieuwsblad.be en shotcast@nieuwsblad.be.
En dan wil ik ook iedereen bedanken, zoals elke week. Bedankt Energy Nostalgie voor het gebruik van jullie studio's. Bedankt Neil om de file te trotseren. Sorry dat je Corneel niet bent tegengekomen langs de boot. Misschien op de terugweg. En natuurlijk, ja, bedankt John T.T. voor je wekelijkse krachten die je ons blijft sturen. De check gaan we je helaas niet doorsturen, maar we zijn heel blij dat je fan bent van ons. Tot volgende week.